Afgelopen weekend vond in IJsselstein Jera on Air plaats. Het is een festival voor alle alternatieve muziekliefhebbers dat elk jaar met succes terugkeert. In 1992 bij het jongerencentrum in IJsselstein, hier hebben ze met een paar mensen bedacht van wij gaan een festival organiseren. Dat gebeurde toen heel veel in de regio en zij dachten dat lijkt ons ook leuk. Gewoon op het veldje langs het jongerencentrum en ons eigen festival beginnen. Wat maakt Jera on Air zo uniek? Het unieke eraan is dat wij ons vooral richten op de hardere alternatieve muziekstijlen, hardcore, metalcore, punk. En daarvan heb je niet zo heel veel festivals meer in Nederland en zeker niet op dit niveau eigenlijk. Ik denk wel dat we qua dat niveau wel het hoogste niveau hebben behaald in Nederland. De opbouw verlopen? Eigenlijk heel erg voorspoedig. We hebben natuurlijk heel erg mooi weer gehad, soms wel bijna te warm. Maar het liep echt gesmeerd. We hadden eigenlijk binnen no time het festival staan, anders dan vorig jaar. Toen hadden we bijna klaar en toen kwam die hagelbui eroverheen. Die hebben we nu gelukkig niet gehad. Dus het festivalterrein legt er helemaal piekfijn bij. Wat zou je de volgende keer beter willen zien? Beter was het enige minpuntje was helaas het weer vandaag was iets minder mooi. We hadden iets meer regen als we gehoopt hadden. Ja, dat is een van de weinige dingen die we niet kunnen organiseren zelf. Maar als dat zou kunnen volgend jaar ook nog twee zonnige dagen, ja, dan is het helemaal super. Zal dit in de verdere toekomst altijd gewoon weer terugkomen? Ja, zolang als wij het kunnen blijven organiseren, zullen wij dat heel erg graag zo op deze manier blijven doen. Want dit is gewoon iets wat wij geweldig vinden en gelukkig met ons heel veel mensen, zoals je vandaag kan zien.